Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Beleefstad Appingedam. In mijn eentje, maar ik faal me. In mijn eentje, maar ik faal me nooit alleen. Vorige week was ik hier bij Cafetaria Koning voor de lihamboutjes. En niet alleen lihamboutjes hoor, want ze hebben hier ook bami-ballen. Niet schijven, ballen, eierenballen, ze maken alles zelf. En ik heb daar zoveel reacties op gehad. En mensen zeiden van zo'n lihamboutje, hoe maken ze dat dan? En waarom was dat vroeger zo populair? En waarom zie je het nu nergens meer? Nou, alle reden om nog even terug te gaan. Dus we gaan nu even kijken hoe ze gemaakt wordt. Ja, dat vind ik leuk. Ja, goeie moggel. Ik kom van mijn cursus lihamboutjes. Mooi. Och, de camera beslaat mij hier. De ramen zijn ook al beslagen. Wat voor ballen worden dit? Dit wordt geen ballen, maar kroket. Kroketten? Ja. Hoe dan? Een kroket. Nou, eerst maak je een balletje van, dan gaan we meteen. Oh, en dan paneren? Precies. En wat ben jij aan het kopen nou? Eierballenbeslag. Dat is eierballenbeslag? Yes. Geheim recept? Dit is een heel geheim receptje. En al die tijd al in de familie? Ja. Al 50 jaar of zo, 60. Echt hoor, hè? Ja. Ja. Dat dampt hier goed heen. En de eitjes natuurlijk. Ja. En wat is dit? Dat wordt bami-ballen. Ja, want daar kreeg ik ook heel veel vragen over. Mensen zijn bami-ballen. Ja. Je eet dan bami-schijpen. Ja, hier eet je ballen. En ook nasi-ballen. Ook nasi-ballen. Dat was vroeger ook zo? Bij ons altijd wel, ja. Ja? Hoeveel mensen maken, hoeveel bedrijven in de stad maken nog hun eigen eierbal? Zijn die er nog veel? Of zijn het over het algemeen fabrieksballen? Meest stuk of 4 overdag geloof ik. Tenminste. Maar ik weet dan. Ik denk wel dat het een soort visitekaartje is, hè? En je eigen product is altijd een visitekaartje, dat zeker. Zijn jullie familie? Ja. Om mijn neefje. Neefje ben je? Ja. Ga je het overnemen? Dat is wel de bedoeling. Oh echt? Ja. Jij gaat de cafetaria doen? Ja, dat is wel de bedoeling. Over een paar jaar. Nou, al bist u? Ik ben al bijna 60. Ja, dat wordt ook wel tijd. Ja, dat dacht ik. Ben je er al zat van of niet? Ik nog niet, nee. Dat had ik graag doen. Ja hoor. Dit is dus elke morgen vaste prik? Elke morgen vaste prik, gewoon eierbal, dan bami-bal. Maar hoe laat begin je nou? 10 uur zo, kwart voor 10. En toen laat ben je op? Tot de 10 uur s'avonds. Jeetje, maar dat doe je je hele leven man, hoor. Ik al 30 jaar, ja. Ja. Maar dat zijn lange dagen. Ja, zeker. Daar moet je er wel van houden. Je moet er wel liefde voor het vak hebben, ja. Anders kom je er niet. Wat maakt het vak zo leuk? Nou, de variatie natuurlijk en de klanten zelf, hè. Dat is het mooiste. Ja, veel vaste klanten. Alleen maar, ja. Alleen maar, ja? Alleen maar vaste klanten. Ja, dat is wel een lekkere basis om op te werken straks, hè, voor jou? Ja, zeker weten. Ja. Want dat gaat voorlopig niet over. Nee. Zijn jullie ook liefhebber van je eigen producten? Als ik even naar de buik kijk, doe je het wel, hè? Ik doe alles wel. Jij ook wel? Jawel. Oh, kijk, nou worden het echt koketjes. Ja. Jeetje, ik zou hier niet moeten werken, dan werd ik 150 kilo. Zo is een cafetaria hem ook leuk, denk ik, hè? Ja. Want zo krijg je complimentjes op je voeding en je krijgt, het maken lijkt mij leuk. Ja. En je hebt veel minder leveranciers aan de deur. Ook dat is. Zo, klaar voor? Ik ben er klaar voor, jij ook? Ja. Oké. Gehaakt? Yes. Kruiden. Kruiden. Eieren. En magie. Magie? Ja. Oh, dat is geheim. En paneermeel. En paneermeel. Dus, gehakt, kruiden, ei, magie, paneermeel. Yes. Gas erop. Nou, gaan we. En is jouw opa of jouw pa begon met de zaak? Opa. Ja, opa. 9 juni 1945. En wat deed hij daarvoor? Niks. Het was na de oorlog en hij dacht, papa. Ja, hij had eigenlijk bommenberend gekocht in de stad. Maar die is gebombardeerd, dus toen is hij begonnen aan de Wit-Lattensteeg. 9 juni 1945. Wit-Lattensteeg, waar is dat? achter de kroeg van Klaas, in de Oosterpoort. In de Oosterpoort? Ja. De kroeg van Klaas was ook van mijn opa en oma. Ja. En toen is hij daar begonnen met de cafetaria? Ja. En wanneer is hij hierheen gegaan? 1960 ongeveer. Oh, dat is veel later. Ja. En waarom? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Nou, het is een goede plek geworden. Ja, ja, zeker. Aan de weg en nou ja, misschien de dag gedaan. Ja. Wow. Dus toen hebben mijn ouders het overgenomen met mijn oom en tante. Nou, die zijn later weer weggegaan. Nou, toen zijn al zijn kinderen erbij gekomen. Nou, daar ben ik dus nog van overgebleven. En hij wordt de vierde generatie. Ja, het neefje. Ja. Ik weet nog dat ik hier, dat is ook 30, 35, 40 jaar, weet ik veel, geleden. En dan stond hier, de keuken stond rond etenstijd helemaal vol. Ja. Klopt. Gouden tenden, hè? Gekkenhuis. Ja, ja. Klopt. Jongen, jongen. Ja. Is dat nog zo? Ja, het is nogal een gouden tend. Ja. Je kunt er goed van leven met z'n tweeën. En we gaan nog steeds een stijgende lijn. Nog steeds? Echt waar? Ja. Nee, dat moet eigenlijk in de familie blijven. Nee? Eigenlijk wel, ja. Dan heet jij ook koning? Ja. Oh, kijk. Hij is een echte koning. Ja. Een echte koning. En ik ben een echte koning en Auk is een ritsema. Auk is mijn man. Kan ook ik ben impos, ik ben impos. Ja. Ja. Nou, het is begonnen, hè? Ja. Het Lihan, is het Lihan of Liham? Lihan. Lihan. Ja. Met Nico. Ja. Ja. Niet met Marie. Nee. Nee. En het was in die tijd een van de weinige snacks, hè? Ja. Waar had je dan meer? Mijn moeder vertelde me toen, dat kan ik nou niet meer navragen natuurlijk, maar ze begonnen dus met een beetje patat en een knakworst. En toen kwam de frikandel en toen kwam de kroket. Dus ja, dit kwam allemaal veel later. Lihan bouwtjes ook al veel later. Ja, ja. Toen waren de snacks al in ontwikkeling. Ja, klopt. Is dat klaar? Is klaar, ja. Dan gaat het vormpje pakken, stokjes en dan gaan we hem... Vormpjes, ja. Ja. Gaan we met elkaar maken. Nou, cool. Nou, het lijkt me wel lekker om te weten dat er een opvolger is die koning heet en dat gewoon weer doorgaan. Niet? Ja, ja, daar gaan we wel voor, hè. Ja, ja, ik stap nog lang niet, hoor. Ja, en hoe oud ben je toen? Ik ben 57 en Auke wordt 60. En Auke wordt 60, ah, daar kun je nog wel een tijdje mee. Ja, ja. En jullie kunt neefje natuurlijk nog wel een tijdje helpen. Ja. Mijn ouders zijn hier allebei dood gegaan, dat gaan wij ook doen, denk ik. Allebei? Ja. Mijn vader is dan maar 53 geworden. Mijn moeder die heeft dan hier tot de 72ste gezeten. Ja. Jouw vader kan ik me nog, Golden Bos Hardy, kan me nog zo voor de geest houden. Ja, ja. Is hij maar 53 geworden? Ja, ja, ja. Hij is in 1995 overleden. Ja. Nou, toen heeft mijn moeder beloofd ik blijf bij de kinderen. Dat heeft ze letterlijk en figuurlijk gedaan. Ze is zaterdags verplaatst aan het werk geweest en die week erop, vrijdag is ze overleden. Oh. Ging heel snel. In het harnas gestorven. Ja, 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 ja. En nou, alles draait nog met de recepten van toen, hè? Ja, ja, zeker. Ja. Daar gaat het om, dat vormpje. Ja, dit is hem. Ja. Het vormpje. Ja. Oh, oh, dat ziet er een beetje uit als een... nou, als een ding... dokter, vrouwen, gynaecoloog. Ja. Maar daar heeft er niks mee te maken, hè? Nee. Nee. Oké. Okay. We gaan los. Oh. Stokje erin. Ja. Daar is hij. Mooi, hè? Nou. En vroeger hadden dus alle cafetaria's zo'n vormpje. Nee. Nee? Oh. Dit vormpje is al heel oud. Maar die maakten mensen vroeger nog zelf, maar... Heb jij enig idee waar dit nog te kopen is, zo'n Lihan boutje? Nee. Wat zei jij ook? Nou, weet ik. Ik weet het ook. Jij weet het ook niet, hè? Nee. Steven ook niet. We gaan wel even een oproepje op Facebook doen. Ja. Of je nog ergens een Lihan boutje kan kopen. Ja. Oh. Nou. Zo zijn trouwens wel net blote kippen. Ja, hè? Vind je niet? Dat wordt ook heel vaak aangezien voor een kippenboutje. Ja, zo is het net een kippenboutje. Ja. Ben je, als je dit ziet, hè, jij komt natuurlijk helemaal uit die familie. Ja. Ben je dan ook trots als je dat ziet, dat die jongeren zo mee bezig doen? We hebben toen een eierbalprijs gewonnen. En dit jaar het eierbalfestival, nou... Hij werd er helemaal gek van. Dus moet je trots op zijn. Ja, jij met je moet er trots op zijn. Ja. Ik ben er trots op, tuurlijk. Ja. En hij ook wel. Maar ja, soms is het ook wel eens, ja, dan ben je net klaar en dan moet je weer, weet je wel. Ja. Ben je daar een beetje te nuchter voor, Steven? Nee, nee, nee. Ja. Soms dan heb je gewoon heel veel al gemaakt en dan moet je weer. Soms wel 3 keer per dag. En ja, dat, op zich is dat wel veel soms. Op vrijdagmiddag was hij net klaar, kwam er iemand, mag ik wel 50 mee naar Amsterdam? Ik zei, Steven, je moet even nieuw maken. Ja, daar gaat wel op werk lijken, Steven, hè? Ja, nou, dat is op zich niet erg, maar ik belde hem van tevoren. Zeg. Ik heb er rekening mee, ja. Is het al aan het bakken? Ja. Zitten er al in? Oh. Bijna klaar. Oh, die had je er even tussenuit gesneakt. Ja, voor jou. Lekker, ja. Speciaal voor jou. Tadaa. Tadaa. Dit is super vers, hè? Ja, ja. Echt moet, dan moet je dan ook als een haring, hè? Ja, eigenlijk wel. Denk op stakkie, hè? Oh ja. Ja. Mm. Waarom vind je dit nou zo lekker? Weet ik niet. Oh. Hij is ook zo lekker gepaneerd, ja. Nou ja. Ja. Zeg het maar. Mensen, Lee hamboutjes. Als u nou weet waar die ook te koop zijn in de provincie, wie dit nog maakt überhaupt, laat het dan even weten, hieronder in de reacties. En anders, als je nieuwsgierig bent, Cafetaria Koning, weet je me weg. Lekker hoor. Oh, doe nog maar 6. Goed, doe maar. Je was toch op dieet? Super, dank je. Zo, lihamboutje in de mik. Toch mooi een cursus lihamboutje maken gehad, hè? En ja, als je wat gegeten hebt, moet je ook wat drinken. Ik dacht van nou, dan gaan we nog eventjes naar Veronica. Dat is een heel bijzonder café aan de Papdijkemaweg. 'S Morgens om 7 uur open. Dan zit die tent al vol. En dan de hele dag keutelt dat er zo door tot 7 uur 's avonds. Dat soort cafés zijn er niet zoveel meer. En Willeke en Jan, die hebben dat café sinds een jaar. En dat gaat hartstikke goed. Vinden ze leuk. En ik vind het ook leuk, want het zijn hartstikke leuke mensen. En ik dacht, dan moeten we daar ook nog maar even kijken. Want bij Café Veronica, je wilt niet geloven, daar gebeurt altijd wat. Hé Wim? Ja toch? Er gebeurt toch altijd wat? Ja, ja. Ja, nou Wim bedoelt, what happens in Café Veronica, stays in Café Veronica. Kom op, Veronica. Kie. Hier is het weer. Waar ben je? Oh, hier. Kom. Ga naar binnen. Zo. Allemaal ziektewet zeker? Ja, allemaal ziektewet. Nou, ik heb vakantie hoor. Ja? Altijd vakantie denk ik. Altijd vakantie. God, ik gooi mijn bier zitten. Nou, ik drink wel. Daar ben je wel lekker klaar mee. Koffie? Nee, ik zei eerst koffie. Oh. Oh nee, ik mocht geen borrel hebben jongen. Maar dan? Maar dan, normaal drinken ze dat toch ook al? Nee. Nou, om deze tijd. Hoe laat is het? 1 uur? Niet om. Sinds dat dit ding uitstoten, gaat het ding ernaast. Witlopen het iets. Laten we daar dus over praten. Is dat hier over. Hier over 2, ja. Oh, 2. Dus wel. Nou, ik denk nog even na. Hoe is Willeke? Hartstikke goed. Ja? Vernuven je een beetje hier? Nou, maar die gek moet dat wel. Wippie, blijf. En wat heb je, jongen? Komt er een uit de kaas? Of, Ja. Ja, ja. Deze gaat in de kaas, de plas in de kaas. Goeiedag. Goeiedag. Wat is er aan de hand? Nou, ik kom de meter vervangen voor de buren. Oh, dit is de meter van de buren? Ja, een oude kring ook. Ja, dit is wel een oude, ja. Ja. Kom ik op televisie? Nou, op YouTube. Ja. Ja. Hey, als je je vingers in stopcontact steekt, dan moet je mij even roepen. Want je hebt lang haar, dat is leuk als dat rechtop staat. Ja, prima. Succes jongen. Ja, kom goed, kom goed. Het is hier altijd zo gezellig. Ja, ach. Ja, kom maar Sip er eens. Ja. Sip brengt alle gezelligheid van de wereld. Ja, man. Ja. Positief mens. Ach. Ja. Hè? Ja. Een soort tv-dominee. Ik ga weer weg, ja zeker. Zit je erin? De meter zit erin, ja zeker weten. Ja, ja, het is je toch gelukt? Het is weer voor elkaar, zeker. Ja, hoor. Domme, je bent net Sven Kramer hè? Sven Kramer, ja. Ja. Het was wel een recordtijd hè? Recordtijd, ja. Ja, je bent om 9 uur begonnen, het is nu 3:15. Ja, nou ja. Nou, ik... Goed bereid. Ja, dus, meter zetten, bedankt jongen. Nou, jullie ook bedankt voor de gezelligheid. Ja. Gezellig. Ik ga weer even verder kijken. Ja, kom de volgende keer een hele dag. Oh, daar ben je al geweest. Ja, ja, is ook zo. Mooi. Hey, geniet maar drink met mate. Ja. Ja. Ik ben een lang blije dag maar, hè. Oh, godverdomme, staan hier... Deur dicht. Oh, mooi hoor. Als we hem even op panorama zetten, dat is best. Ja, ik krijg je net op het scherm. Nou, wacht even, ik doe nog een stap achteruit. Zo krijg ik je precies in beeld. Kijk jongens, het was zo zelf. Willeke, mooi hè? Nou, Rob, doei. Hoi. De volgende keer jongens. Wel tjus. Kom, de hele dag. Doe. Kom hier morgen weer, hè? Kosmets, kom. Kom. Je hebt een kilo worst gehad. Toen nou. Zo, hup. Doei. Hoi. Zo, kom. Hey Wim, dit is een, eigenlijk moeten we hier een soap van maken, vind je niet? De Veronica soap, kom. Gaan we nog even zwaaien. Doe! In mijn eentje, maar ik faal me. In mijn eentje, maar ik faal me nooit alleen. Beep, beep.